I'll wait for you, my darling. The time's not far away when we'll go out of Boston, and you won't have to say. Your mama, mama, mama said to you, "Papi, you, papi, you, papi." Your mama, mama, mama said to you, "Papi, you, too hard." We hebben altijd een muziekgroepje, we hebben altijd kleine dingetjes die mensen uit willen proberen ertussendoor. Het is heel gevarieerd. En waarom speciaal hier? Nou, ik ben ooit bezig geweest met een plan voor de Waag op de Nieuwmarkt. Daar wilde ik graag een variétair restaurant in beginnen. Daar ben ik heel lang kandidaat voor geweest. Daar is toen iemand anders voor uitgekozen van de gemeente. Kok Ditmar met een informatica plan. En toen was het mijn plan van de baan, dus ben ik naar de eigenaresse van dit restaurant gegaan. En die voelde onmiddellijk voor dit plan. Dus ik achter een podium aan met pijlen en boven en plaatselijk te pakken in Frankrijk. Naast Marie-Louise stond hij. Marie-Louise ging ook nog, hè. Elke kerel zou voor Marie-Louise thuis zijn gebleven. Pa Napoleon, nog pa Napoleon. Hij kende haar nog geen 3 dagen voor we begonnen op te scheppen. Hij zegt, Marie-Louise. Hij stond in zonder broek. Marie-Louise. Maar Louise, ik ga voor jou halen. Pompjassen, juwelen, caviar. Niet in de nacht met de hoek. No, no. Ik ga voor jou naar Rusland. Hallo, Napoleon. Oei, Marie. Deva, hou je kop. Ik ga. En hij hield voort. Hij ging met 600.000 man boodschappen doen. 600.000 man. En hij deed alles in het grote dus ook zijn woord houden. En hij was gek op die vrouw. Hij hield van die vrouw. Hij schreef brieven. Marie Louise, ik trok vandaag van Polotsk naar Jizna. Onder mijn leiding 100 kanonnen buitgemaakt. Uitroepje. 3000 mannen te sneuvelen. De modder zag rood van het bloed. Ik ben behoorlijk nat geworden. Dus ik ga vanavond vroeg naar bed. PS, gedraag je. Ik ben het waard. Je eigen nap. Hij was gek op die vrouw. En omdat hij gek op die vrouw was, sneuvelde alleen al in Rusland 500.000 man. Omdat hij verliefd was. En niet met nee, met bestek werden die mensen afgedrukt. En daar kun je mij toch niet de schuld van geven. Hè? Dat van jullie twee is gewoon een bedrijfsongelukje. Hashish, white bread. But then I used cups. Cups are the new thing. You people here in Holland don't know yet, but cups are cool. See these? You don't believe me? If you go to McDonald's, watch people standing by the garbage bags. Watch. Ah, come on! Cups are cool, but they're dangerous. Don't use cups and drive. It's true. If you drive with cups, you know, I just the other day got pulled over by the police, and Mr. Edwards could see your lens. But, cup scars! These little marks here are cup scars. But there's one thing about drugs I want to warn you people. Don't use them. If you've got them, we've got a big box back here. Throw them in the box and Peter and I will get rid of them for you. We sluiten de deur om 4 uur, omdat het te vol is. Last met de brandweer en zo. Is er een kans dat jullie toch uiteindelijk in de Waag nog terechtkomen? Nou, zo, de Nieuwmarktbuurt wil heel graag het plan Theatrum Anatomicum. Dat is in de koepel van de Waag. En dan zou eventueel op de onderste verdieping ons plan heel goed passen. Dat is dan alleen voor de begane grond. Maar dat is afwachten. BMW moet eerst nog beslissen over het plan van Kok Ditmar. En als dat afgewezen wordt, ja, dan zijn wij natuurlijk altijd nog bereid om graag zelfs om daarin te stappen. Tot dan blijf je hier zitten? Ja, we blijven hier zitten. We gaan ook met het Holland Festival dingen nog doen. Er zijn een aantal aanbiedingen geweest, omdat de storm loopt. Dus ja, wij gaan gewoon door. En we kijken hoe het met de Waag verder gaat lopen.
Van 1690 tot 1869 is in deze ruimte het Theatrum Anatomicum gevestigd geweest. Dat was een soort van amfitheatervormige opbouw met in het midden een grote houten draaibare tafel. En op die tafel werd één of twee keer per jaar een lijk gesneden ter behoeve van het medisch onderwijs. Deze ruimte is in de Waag speciaal voor gebouwd. Die hoge kap die we hier ziet met daarin de wapens van de overlieden van het chirurgijnsgilde is toen tot stand gekomen. Het snijden van lijken was in de vroege 17e eeuw tot de 19e eeuw zowel een soort van veredeld volksvermaak als ook de enige manier voor chirurgijns en medische studenten om iets van het medisch onderwijs in de praktijk te zien. Op deze verdieping is bovendien plaats voor tentoonstellingen over de rijke medische geschiedenis van Amsterdam. Maar dat kunnen net zo goed tentoonstellingen zijn over hedendaagse medische ontwikkelingen. Of voor mijn part presentaties van de medische en de farmaceutische industrie. Een mogelijkheid is ook om bijvoorbeeld hier studenten aan de Universiteit van Amsterdam en de VU hun artsexamen te laten afleggen. Het lijkt me leuker dan in die vreselijke bunkers waarin ze nu dagelijks verkeren. Welke ruimte is dit? Het is de betaalkamer van het metselaarsgilde. In de Waag waren in de 17e en 18e eeuw verschillende gildes gevestigd. Die hadden hier hun kantoren. Niet alleen de chirurgijns, zoals we boven hebben gezien, maar ook de metselaars en ook het Sint-Lucas-gilde, het gilde van de schilders. De kamer en de betaalkamer van het metselaarsgilde zijn het mooiste, omdat die helemaal uitgevoerd zijn door de metselaars met de beste voortbrengselen van hun ambacht. Want die hele gedraaide zuilen die je ziet, dat is helemaal van baksteen gemaakt. Krijgt het plan nu nog een kans, want er komt hier toch een televisiestudio of zoiets? Aanvankelijk heeft de gemeente gezegd dat één plan, namelijk voor een actualiteitencentrum, ontwikkeld moest worden. Dat is ook groots en meeslepend aangepakt met een presentatie in de Nieuwe Kerk. Maar ik heb gehoord, hoewel er volgens mij nog niks officieel zeker is, dat dat niet zo goed gaat met het plan. En dat betekent ons inziens dat de andere plannen die gemaakt zijn weer gewoon een nieuwe kans hebben. Ongeacht welke bestemming er komt, de Waag moet eerst na een zorgvuldig onderzoek van wat er nieuw is, wat er oud is, wat er in de loop der eeuwen aan gebeurd is, heel zorgvuldig in stand worden gehouden en worden gerestaureerd. En dan kunnen al die leuke nieuwe plannen, waar het onze er één van is, daar een plaats in krijgen. De gemeente wil, geloof ik, dat degene die erin gaat zitten, dus bijvoorbeeld uw stichting of een andere stichting, dat ook kan opbrengen, dat de gemeente zelf weinig geld erin wil stoppen. Dat zou de gemeente graag willen. Het is, dacht ik, geen goed gebruik om achterstallig onderhoud af te wentelen op een nieuwe huurder of een nieuwe gebruiker. En de gemeente heeft als eigenaar van het pand gewoon de plicht als eigenaar om het pand in goede staat te brengen voordat ze er wat mee gaan doen. Kijk, dat ze proberen om iemand te vinden die bereid is en in staat is om het te betalen, dat is misschien ook hun goed recht. Maar het is niet netjes. Het gebouw had al meer dan 10 jaar geleden ingrijpend gerestaureerd moeten worden. Het is in hele slechte staat van onderhoud. En het wordt natuurlijk, naarmate er niets gebeurt, steeds erger. Er zijn plaatsen in het gebouw waar je gewoon door de muren naar buiten kunt kijken. Hey, wat betekent dat nou, dat bordje? Er is een bordje ter bescherming van historische gebouwen voor de komende oorlog. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een ongelooflijk mooi historisch Amsterdams gebouw. Dan prachtige gebouwen. Schoonheid van een gebouw. En ik stond er laatst met Stan van Hauken toen we een radioprogramma deden. En toen zag ik op dat gebouw een traan verschijnen. Er liep een druppel langs, een ontzettend grote druppel langs het gebouw. Een traan, een huilend, een wenend gebouw. En ik begreep dat, want het gebouw is zo vreselijk eenzaam en onbewoond en alleen. Terwijl het een middelpunt van Nederland is en ook als gebouw
zou kunnen vibreren en leven en spanning zou kunnen zijn, is dat het gebouw helemaal te verpieteren. Wat vindt u nou van het paleis op de Dam altijd leeg staat? Is dat nou niet een schande? Daar zou daar nou niet iets aan moeten gebeuren, vindt u niet? Ja, vind ik doodschande. We hadden zo'n open jongerencentrum van maken of zo. Hè? Ja, alles is beter dan dit, want het ziet er verschrikkelijk uit daar. Hè? Ja. En wat een schandalige, aculturele zet van onze doorluchtige, zalige prachtkoningin, hè? Om dat zomaar af te pikken van de Amsterdammers en het leeg te laten staan, vindt u niet? Ja, ben ik niet eens. Aadje, wat kunnen we allemaal in dit paleis verwachten als jij van de koningin toestemming krijgt om het aan de Amsterdammers terug te geven? Nou, ik zou het om te beginnen geloof ik aan de Amsterdammers overlaten om een beslissing te nemen over... Meteen 30 kunstraden en allerlei hardschreeuwende initiatiefcomité's die met... Als er maar iets gebeurt, want kijk nou eens naar het gebouw. Die onderkant begint al een beetje te verroesten en te verrotten omdat daar geen... mensen in en uit gaan en een levendig verkeer is van personages in bonte kledij of noem maar op. Maar het is nu een troosteloos gezicht, aanblik daar, dat prachtige gebouw. Heb jij suggesties? Zodat je mensen al een beetje een idee kan geven wat ze kunnen. Want ik hoorde iets van een bejaardentehuis, dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling, hè? God, er zijn nog zoveel andere tussenvormen daarbij. Ik bedoel, je kan aan een bejaardenhuis natuurlijk niet denken in dit verband, maar wel aan een museum of een plaats waar de Amsterdammers mogen komen. Waar, als ze getrouwd zou worden, zou ook heel mooi zijn in plaats van in het Oost-Indisch huis nu. Dat de koetsjes en trouwe, lustige paardjes daar vrolijk aankomen. Dwarrelen om, hè, net zoals het Oost-Indisch huis is ook zo mooi ervan geworden. Zou hier ook kunnen. Ziet er ellendig uit daar beneden. Zeker dat knap hotel. Ja. Of een goed voor recreatie, voor de jeugd. Ja, eigenlijk zijn we bedonderd, want hier had natuurlijk weer een stuk van het stadhuis in terug moeten komen. Ja. Dat is weggegooid geld geweest. Vreselijk geweest. Vind je? Kijk maar. Er gebeurt niks. Het is al jarenlang... Voor de koningin toch? Ja, nou, waar is ze dan? Zie je dat? Ziet u er? Ja, ze is pas geweest toch? Voor de consuls. 5 minuten? Ja. Ja. Een halve dag. Ja, tuurlijk. Maar ze heeft toch al een heleboel van die paleizen in Den Haag laten vertimmeren voor een paar miljoen gulden. Zou je dan niet aan Amsterdammers terug moeten geven dan? Ja, stadhuis weer van maken. Ja. Ja, of wat dan ook. Trouwen en gezellig. En, Het was het betaalkantoor in september voor de koningin en die kwam de geld halen vroeger. Niet. En nu dan? Ja, en nu wordt er af en toe een mooie bestemming. Muziek gemaakt op zondagsmiddags vaak. En dan af en toe wordt het opengesteld voor een stuk van dat ding te zien. Het ziet er wel triestig uit in, naar, hè? Ik vind het een zwart akelig kolos. Het is een prachtig gebouw, maar als het maar gebruikt zou worden, dan is het mooi. Het huisje. Het is heel triest nou. Het is nou te trouwen. Ja, te trouwen, dat ik ook. Ja. En een museum kan erin. Ik zou het eerst een school laten maken. Ja, hè? En dan mooi voor Amsterdam terug, aan Amsterdam teruggeven. Die gevel is schitterend. Ja, het is een machtig gebouw. En de klokkenspel is leuk om aan te horen. Alles is mooi. Alles is mooi. Maar ziet er elk. Maar onder die rooilijn, onder die lijn daar, dan zeg ik nou. Pst. Ja, en ze hebben Ja, ze hebben daar. Gebruiken het toch aan? Nee, en ze hebben daar in Den Haag voor miljoenen die paleizen laten verbouwen. Daar ben je niet goed van, hè? Voor miljarden, miljoenen! En dan pikken ze dit van de Amsterdammers. Dat is gewoon aso, asociale. Pikken is het niet, want niemand heeft er wat aan. Tuurlijk wel, je kan er van alles in maken. Ze hebben het afschuwelijk. Het is van het. Ja, nee, maar we hebben genoeg musea en weet ik wat. Want dat wordt toch veel te duur als er nog galerijtjes en dergelijke. Alleen, ze zouden al die kleine snertgalerijtjes leuk in één ding kunnen stoppen. Boah, er is zoveel mee te doen met dat gebouw, mevrouw. Zoveel galerijtjes. Amsterdammers, uw reacties graag. Wat u zelf vindt van dit gebouw, dit prachtige gebouw. Moet het een schilderijenpaleis, een sportpaleis, een koninklijk paleis, een meubelpaleis of een wetenschapspaleis? Een ijspaleis of een sekspaleis worden, wat u vindt graag, naar postbus 1777 in Hilversum. Dankjewel.